Ja, hartelijk goedenavond en fijn dat u kijkt naar het hoofdstaddebat. De coronacrisis heeft Amsterdammers hard geraakt, niet alleen in hun gezondheid, maar ook economisch. De crisis legt de kwetsbaarheid van sommige Amsterdamse zaken bloot. En in dit hoofdstaddebat gaan drie Amsterdamse kandidaat-Kamerleden in debat over de toekomst van Nederland, maar vooral ook over de gevolgen voor onze hoofdstad. We debatteren vandaag met Dylan Jezelgus van de VVD, Soufiane Mebarki van de Partij van de Arbeid en Sydney Smeets van D66. Dit debat kwam laat tot stand. Er zijn uitnodigingen uitgegaan naar de vier huidige grootste partijen van de Amsterdamse gemeenteraad. En GroenLinks kon helaas niemand vrijmaken voor vanavond. Maar dat neemt niet weg dat ik erg blij ben met de debaters van vanavond. Hartelijk welkom. We gaan debatteren aan de hand van vier stellingen en het hebben over gezondheid, economie, veiligheid en onderwijs. Maar we beginnen even met een heel kort rondje opening statement. Want we zitten hier met drie Amsterdammers. Dylan Jezelgus, VVD, om met u te beginnen. De Amsterdammer die benieuwd is naar wat landelijke plannen voor Amsterdam betekenen. Waarom zou deze persoon op u of op de VVD moeten stemmen? Nou ja, we zijn met z'n allen keihard aan het werk om de eindstreep te halen, om deze corona-ellende achter ons te laten. Zodat we ook straks zo gezond en fit mogelijk hieruit zijn. Hopelijk met behoud van banen, van ondernemers, dat zij overeind staan. Zodat we de vrijheid terugkrijgen om te doen wat we allemaal zo graag doen. Onze familie en vrienden omhelzen, genieten van alles wat deze stad te bieden heeft en wat ons land te bieden heeft natuurlijk. Maar dan zijn we nog niet klaar. Dan begint voor ons ook het echte werk dan pas. Mm-hmm. Omdat we ook met elkaar moeten zorgen dat er volgens banen zijn als we uit deze coronacrisis zijn, dat de economie groeit. Dat Amsterdam blijft bloeien. Ja. Dus daar valt nog natuurlijk heel veel aan te doen. Dat we ons zorg zo op peil hebben en onze structuren zo ingericht hebben dat we een volgende pandemie, mocht die komen, dat we daar ook op voorbereid zijn. En dat we natuurlijk een sterke overheid hebben die de burgers beschermt, of dat nou lokaal of landelijk is. Dus er valt heel veel werk voor ons te doen om ook voor te zorgen dat Amsterdam die bloeiende mooie stad straks ook weer kan zijn. En daar lees ik dan in dat de VVD volgens u de beste plannen daarvoor heeft om dat te herstellen. Ja, heel objectief kan ik dat wel stellen. Heel goed. Sydney Smeets, D66, zelfde vraag. Waarom is de D66 de partij om voor de Amsterdammer de komende jaren de stappen te zetten? Omdat we sterker uit deze crisis moeten komen. En dat kan alleen maar als je investeert. Investeert in het bestrijden van kansenongelijkheid bijvoorbeeld. Als je op een dag als vandaag, prachtige dag, door Amsterdam loopt, dan zie je hoe mooi de stad is. Maar je ziet ook dat niet overal iedereen dezelfde kansen heeft. Dat er scholen zijn waar je minder kansen hebt, omdat je uit een bepaalde wijk komt bijvoorbeeld. Daar moeten we in investeren. En we moeten zorgen dat een nieuwe economie, die we straks gaan krijgen in deze stad na corona, dat die ook veel klimaatbewuster is. En dat we zorgen dat we een progressieve vorm van kapitalisme in deze stad tot stand kunnen brengen en in heel Nederland. En ja, om dat te kunnen doen heb je concrete plannen nodig. Die heeft D66 en heb je nieuw leiderschap nodig. En dat hebben we in de vorm van Sigrid Kaag. Heel goed. Soufiane Mebarki, Partij van de Arbeid. Zelfde vraag, de Amsterdammer. Hoe zetten we die centraal bij de PvdA de komende jaren? Nou, ik ben in ieder geval blij dat we dit debat vandaag hebben. Het hoofdstaddebat, dat we hier met Amsterdammers de deegsel kunnen kruisen. Ik ben geboren toch Amsterdammer. Geboren in de stadionbuurt in Amsterdam-Zuid. Ik woon nu in Osdorp. En Amsterdam heeft mij gevormd. Ik ben hier naar school gegaan, gestudeerd, gewerkt. En mijn kinderen groeien hier ook op. En ik zie in Nieuw-West en in Osdorp heel veel jongeren met veel talent. Dat zijn ook onze toekomstige leraren, politieagenten, je noemt het maar op. Maar je ziet twee dingen. Je ziet namelijk een stad die heel veel kansen biedt. Maar je ziet ook dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. En dat is volgens mij waar we voor moeten gaan strijden. Dat we ervoor moeten gaan zorgen dat jongeren in deze stad dezelfde kansen hebben. Voor iedereen geldt, ook voor de rest van Nederland. Dat betekent dat we keuzes moeten gaan maken. Ja. Hun ouders moeten niet meer in hun rij bij de voedselbank gaan staan. Vaste banen in plaats van flexbanen. En investeren in het onderwijs. Ongelijk durven te investeren om gelijkheid te krijgen. En daar heb je een grote Partij van de Arbeid voor nodig. Goed, ik hoor allemaal bruggetjes naar de vier stellingen die we zo gaan bespreken. Dus dat is mooi, goed voorbereid. En laten we dan ook vooral snel beginnen met de eerste stelling. En die gaat over de zorg. De helft van de mensen boven de 18 is te zwaar. 15% kampt met obesitas, oftewel ernstig overgewicht. En verschillende gezondheidsorganisaties deden onlangs een door de gemeente Amsterdam gesteunde oproep aan het kabinet om maatregelen te nemen om te veel vet, suiker en zout in voedingsmiddelen tegen te gaan. Want hoewel we nu midden in een acute gezondheidscrisis zitten, maken experts zich al langer zorgen dat Amsterdammers te weinig bewegen en slecht eten. En met fastfood op elke straathoek en een fles frisdrank die goedkoper is dan een netje mandarijnen, is dat misschien ook niet zo gek. De vraag is, moet de overheid meer regie nemen? En hoe kan die regie er dan uitzien? En de stelling luidt, de overheid moet meer middelen tot haar beschikking hebben om een gezonde leefstijl te bevorderen bij mensen. U heeft bordjes, u mag hem groen of rood draaien.
Ik half. Ik draai hem en. Ik ga meteen naar u toe, Dylan Jezogus, VVD. U draait hem half. De vraag is, moet de overheid meer middelen tot haar beschikking hebben om die leefstijl te bevorderen? U bent daar niet onverminderd voor. Nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je de stelling leest. Ik denk dat hier echt een mega uitdaging ligt voor de overheid, maar ook breder in de samenleving. Als je kijkt dat er nu jaarlijks, iets van 35.000 mensen sterven aan obesitas, aan roken of problematisch drankgebruik, dan weet je dat je daar echt op moet handelen. En dan hebben we het nog over de uiterste gevallen, maar er zijn zoveel mensen die hier mee te maken hebben en die dus niet optimaal hun leven kunnen inrichten. Dus de overheid heeft er absoluut een rol. We hebben ook een preventieakkoord afgesloten in Den Haag, samen met 70 organisaties vanuit de samenleving, waarin ruim 200 stappen opgenomen staan, wat we met elkaar gaan doen. Dus ja, de overheid heeft absoluut hier een rol. Ik heb hem half om half staan, omdat ik niet denk dat de overheid het alleen kan doen. Dus zo zou je die stelling kunnen lezen. Daar twijfelde ik over of ik het zo moest lezen. Mm-hmm. Ja, dan nee, we doen het niet alleen. En als het gaat over middelen, het gaat ook vooral echt met goede afspraken maken. Maar mag de overheid daarin meer sturen dan ze nu doet? Ja, zeker. En we sturen al behoorlijk, hè. Dat gebeurt al. En als je naar het preventieakkoord kijkt, als je kijkt naar wat voor afspraken daar gemaakt zijn, bijvoorbeeld met fabrikanten om te zeggen, doe minder suiker in je frisdrank, gebruik minder zout. En op het moment dat dat ook gedaan wordt, wat je ook ziet, hè, dat gebeurt elk jaar, wordt dat minder en in die zin beter. Dan maak je forse stappen. Dat lees ik ook in uw programma. Hè. U zegt, we moeten goede afspraken maken met supermarkten, met producenten. En op die manier bevorderen we dat. Soufiane Mebarki, Partij van de Arbeid, vindt u dat ver genoeg gaan? Nee, want ik denk namelijk dat we ons goed moeten realiseren. Dit gaat niet over een pondje meer of minder. Het gaat echt over de levensverwachting van mensen. Je ziet namelijk dat in coronatijd ook. Ja, je ziet namelijk dat onderliggend lijden, dat heeft inderdaad een groot risico. Dus we moeten hier verder in durven te gaan. En persoonlijk denk ik dat we ook af moeten van het idee dat het een keuze is om te kiezen voor gezond dan wel ongezond voedsel. Vaak is het geen keuze, vaak word je gedwongen. Kijk maar naar de kiloknallers van een euro. En gezond eten is gewoon duurder. Dus wat Partij van de Arbeid betreft, kijken we bijvoorbeeld ook naar de BTW. Als we dat nou terugbrengen naar een nul tarief. Op groente en fruit. Op groente en fruit, maar ook op andere biologische producten, dan kun je echt het verschil maken. En ik denk persoonlijk ook dat we ook moeten kijken naar een sturende overheid die ook durft mee te denken met bijvoorbeeld het onderwijs. Toen ik zelf in het onderwijs werkte, we hadden van die snoepautomaat en die frisdrankautomaat waar we vanaf wilden. En waar je dan mee te maken hebt, is een leverancier die zegt, ja, maar er is een langjarig contract getekend van 10 jaar, dus die cola komen wij gewoon brengen. Is in het preventieakkoord niet daar ook juist ruimte voor om afspraken te maken met scholen? Die zijn allemaal gemaakt. Ja, maar wat je dus nodig hebt is ook op het moment dat je niet onder zo'n contract uitkomt, dat je wel een overheid naast je hebt staan die dat wil. Kijk, wat dat betreft ben ik groot voorstander, ben ik ook liefhebber van Erik van den Burg, oud-wethouder in Amsterdam van de VVD, die echt die stappen heeft gemaakt. Wat ik mis is dat de landelijke VVD niet die lijn helemaal heeft doorgetrokken. Maar dat is wel de manier waarop je het moet doen. Een overheid die durft in te grijpen en die soms ook gewoon zegt, tot hier en niet verder. Sidney Smeets, D66, de een zegt de overheid moet hier echt op dit moment wel verder ingaan. Nu, we moeten echt daarin eigenlijk dwingender zijn, zodat we dat soort contracten kunnen doorbreken. We moeten daar echt via BTW keiharder in sturen. Ja. Hoe staat D66 erin? Nou, dat zijn we op zich met elkaar eens. Het is alleen een beetje opvallend dat PvdA nu zegt dat die BTW op groente en fruit naar 5% moet. Want in de CPB-doorrekening... Nultarief moet, want in de CPB-doorrekening staat die op 5%. Dus ik snap niet helemaal hoe dat te rijmen is met wat je zegt. Want het is in de doorrekening in ieder geval geen nultarief, volgens jullie eigen programma. Wij willen wel graag naar 5%. Wat wij graag willen is dat het mogelijk wordt voor mensen om betere keuzes te maken. En die betere keuzes kun je maken op het moment dat je ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld een suikertax komt. Dat het duurder wordt om ongezonde producten te kopen en juist goedkoper wordt om gezonde producten te kopen. Oké, maar dan hebben we weer wel een debat ontstaan. Want dan heeft u eigenlijk in die zin een middenpositie. Dat u zegt, we willen niet helemaal naar nul. We willen een klein beetje toch nog wel dat belast wordt. Maar dan bieden we mensen de keuze. Dat is hetzelfde wat Soufiane zegt. Die keuzevrijheid is er niet. Nee, maar in het PvdA-programma nogmaals. Wat Soufiane zegt, dat is heel mooi hoor. Maar dat is niet wat het PvdA-programma zegt. Dan mag Soufiane toch even op reageren. Ja. Kijk, volgens mij 5% is volgens mij iets wat in het programma staat en wat ook is doorgerekend. Maar dat betekent niet dat je ook moet streven naar meer. Ik bedoel, als we het echt willen oplossen, zul je echt naar nul moeten. Want dan is het ook echt geen keuze meer. Dan moet je het ook laten doorrekenen. Dan moet je de kiezer ook echt een eerlijke keuze geven. Volgens mij is het een eerlijke keuze door te zeggen, dit is een eerste stap die we nemen. Maar we gaan een discussie voeren over doorrekeningen. Volgens mij gaat het over wat zijn de ambities. Kijk, als je een programma maakt en je laat het doorrekenen door het CPB, dan moet je ook naar de kiezer eerlijk zijn over wat je aanbiedt. En als je dan nu zegt,
het wordt nul, terwijl je hebt laten doorrekenen 5%. Ja, dat is niet eerlijk. Volgens mij heb ik een ambitie uitgesproken. En volgens mij is dat wat we moeten. Als we echt willen dat het geen keuze is, moet het op een gegeven moment naar nul. En dat is wat ik zeg en daar sta ik ook achter. Tegelijkertijd, Dylan Jezus van de VVD, u zegt, ja, we moeten er in goede afspraken maken. Sofie Mwarki zegt, ja, we kunnen wel goede afspraken maken, maar het is geen vrijwillige keuze die mensen hebben. Dus we zullen daar toch dominanter in moeten zijn als overheid. Bent u ervoor dat we bijvoorbeeld een suikertax invoeren? Ik ben niet voor een suikertax. Maar in het preventieakkoord, waar we het zojuist over hadden, waar ruim 200 maatregelen staan, die we ook met elkaar afgelopen jaren vormgegeven hebben. Maar daar maakt u geen middelen voor vrij. Daar worden heel veel afspraken gemaakt. Ja, precies op het niveau waar de heer Mwarki bijvoorbeeld naar verwees. Ondersteun dan de scholen om daar gezonde alternatieven aan te bieden. Zorg dan dat mensen ook zien dat er alternatieven zijn. Tot en met het verhogen van de accijns op sigaretten. Er zijn echt wel stappen ingenomen. Mm-hmm. Hele duidelijke. En dat wordt nu uitgerold. En nogmaals, dat hebben wij niet als VVD zelf bedacht. Of de coalitie. Dat hebben we met 70 maatschappelijke organisaties samen zo'n akkoord gesloten. En dat betekent ook dat mensen, organisaties, bedrijven zich eraan committeren en zeggen, ja, dit gaan we doen. En dan zie je dat verschil ontstaan. Want daar gaat het om. Ik denk niet dat we iets winnen bij het betuttelen van mensen. Zeggen, ja, kan die afweging zelf niet maken. Het gaat juist om voorlichting, het bewust maken en die alternatieven ook bieden. Je moet mensen helpen om die keuze te kunnen maken. Zeker. Want op het moment dat ongezonde producten simpelweg goedkoper zijn dan gezonde producten, dan is het moeilijker om die gezonde keuze te maken. Dus wij zeggen als D66 ook niet van jij moet dit of jij moet dat, maar we willen wel mensen helpen om die keuze te maken. En wij gaan achter onze keuzes staan. Wij investeren. Wij zeggen op het moment dat we een gezondere levensstijl van mensen willen, op het moment dat we willen investeren in preventie, zodat we niet alleen maar achteraan in de zorg moeten investeren, maar zorgen dat mensen niet op die intensive care terechtkomen, dan moet je investeren. Dan moet je bijvoorbeeld ook investeren in het onderwijs en zorgen dat er bewegingsonderwijs komt. Wij trekken daar 400 miljoen voor uit. De VVD trekt daar 0 euro voor uit. Ja, dat is al geregeld, hè? Bewegingsonderwijs. Dat heeft de VVD al geregeld in deze coalitie. Maar toch haalt nog niet elke school 3 uur gym. 2 uur in de week. Dat is wat wij willen. Bewegingsonderwijs is geregeld. Is niet geregeld, mevrouw Jezus, want u heeft er geen geld voor uitgetrokken. U investeert 0 euro in het onderwijs. Dina Jezus. Over onderwijs komen we nog te spreken, dus daar ga ik straks heel graag op in. Zeker, maar het is natuurlijk een indirecte manier om te zeggen, we moeten investeren in beweging en dat kun je doen via onderwijs. Als je aan de ene kant mensen meer laat betalen, bijvoorbeeld door te zeggen, ik ga vlees zoveel duurder maken dat het alleen voor de rijken en de elite is, zoals D66 voorstelt. En aan de andere kant zegt, en dat gaan we ook doen met suiker, dat gaan we met alles doen waarvan wij vinden dat het niet mag. Op die manier gaan we u sturen. Dat is natuurlijk niet investeren. Dat is geld ophalen bij mensen en zorgen dat bepaalde zaken, zoals vlees eten, alleen blijft voor mensen die dat kunnen betalen. Ja. Terwijl ik zeg, we hebben hele goede afspraken gemaakt, waar verschillende partijen ook echt achter staan in het preventieakkoord. Flinke afspraken. Laten we dan zorgen dat we die kunnen realiseren. Okay. Om juist mensen te helpen bij die gezonde leefstijl, zonder te betuttelen of zonder een hamburger onbetaalbaar te maken. Ik wil zo nog even verder op bewegen, maar misschien eerst toch nog één keer over het voedsel en wat we daarin willen. Kijk, de PvdA zegt, we moeten bijvoorbeeld de verkoop van energiedrank verbieden. We moeten ongezonde reclames gericht op kinderen moeten we verbieden. Maar ik hoor Dina Jezus ook dus wel een interessant punt maken, dat op het moment dat wij goedkope producten verbieden of gezonde producten, ongezonde producten veel duurder maken, dat het misschien ook een luxe discussie gaat worden waar mensen met een lager inkomen, hoe ga je daar dan mee om? Creëer je geen kloof? Hoe gaan we dat tegen? Want aan de ene kant wil je natuurlijk dat mensen gezond zijn, aan de andere kant wil je ook niet dat ongezond eten, ik heb ook wel zin in een McDonald's, bij wijze van spreken, dat alleen iets wordt voor de mensen met een dikke portemonnee. Dat is ook een valse tegenstelling. Nee, maar dat is precies wat ik wilde zeggen. Voor mij is het een valse tegenstelling. En ten tweede, wat we hiermee doen in deze discussie ook, is dat we het tot een individueel probleem maken. We hebben een collectief probleem met z'n allen. We zien namelijk dat onze samenleving collectief ongezond wordt. En we zien tegelijk dat er een grote fastfoodindustrie miljarden winsten maakt. Dus we moeten als overheid ook daarin keuzes durven te maken. Maar die zijn al lang gemaakt. Die zijn niet gemaakt. Het is gewoon zeggen dat je niks wil doen. Maar u zegt, het staat in het preventieakkoord en zeker, we zijn ermee aan de slag. En u zegt, stappen. Maar het staat erin. Nee, kijk, je kan wel zeggen, het is een preventieakkoord en het is gemaakt met verschillende partijen, maar het is wel gemaakt met de bril van de VVD, namelijk een valse keuzevrijheid. 70 organisaties uit de samenleving hebben. Je moet wel durven om ook verder te gaan en die organisaties ook de ruimte bieden om ook verder te gaan. Maar heeft u het preventieakkoord gelezen? Nee, ik heb het gelezen. Ik wil hem even voor de kiezer thuis, want die heeft niet het hele preventieakkoord doorgespit. Dus die gaat het op een gegeven moment niet meer snappen. En die vraagt zich wel af van, bedoelt u, er staan dingen in, maar de uitvoering is niet goed? Bedoelt u,
Het gaat niet ver genoeg. Ik denk dat je veel verder had kunnen gaan door bijvoorbeeld ook te zeggen, die energiedranken waar ontzettend veel suiker zit, die op scholen gewoon aanwezig zijn, daar gaan we mee stoppen. Dat staat er niet in. Nou ja, ik hoor in ieder geval waar het niet verder genoeg ging, dat de heren zeggen, er moet overal belasting op, dus we moeten bepaalde producten onbetaalbaar maken voor heel veel mensen. Maar dat is niet waar. Dat is niet wat er wordt gezegd, je moet zaken verbieden. Ik hoor die twee zaken als bovenop wat er al afgesproken is. Bijvoorbeeld die energiedrankjes verbieden, bent u daar ook voor? Nou, verbieden zijn we sowieso nooit zo'n grote voorstander van. Maar wat wij zeggen is, je moet het duurder maken door die tax. Ja. En dat is dus niet creëren van ongelijkheid. Dat wat we zien, bijvoorbeeld in Engeland waar dat is gebeurd, is dat bedrijven er dan voor kiezen om minder suiker in die producten te stoppen. Ja. Dus die producten blijven bestaan, blijven bereikbaar, maar worden minder ongezond. Dus een beetje een valse tegenstelling die nu gecreëerd wordt. Alsof je daardoor dan niet meer als je een laag inkomen hebt, geen energiedrankje meer zou kunnen drinken. Nee, je zorgt er juist voor dat het product Het effect, als ik daar nog wat op mag zeggen, wat je nu al jaren ziet, dat elk jaar fabrikanten de dranken minder zoet maken en die afspraken zijn gemaakt. En als je echt effect wil, dan is dat het. Okay. Niet zo duur maken dat alleen maar een klein deel van de bevolking het kan kopen, maar zorgen dat het juist minder ongezond wordt. Ik wil tot slot van deze ronde, want ik denk dat we er toch nog heel even kort aandacht aan moeten besteden. We hebben het over voedsel, maar we hebben het ook over bewegen. En in Amsterdam bijvoorbeeld hebben we de sportverenigingen staan zwaar onder druk. In deze coronacrisis. Wat is de belangrijkste maatregel die we kunnen doen om het bewegen van Amsterdammers te faciliteren? Onderwijs hebben we al even genoemd. U heeft daar ook een punt van gemaakt. Ik ben ook benieuwd naar die verenigingscultuur. Hoe houden we dat nou in stand? Lijkt me essentieel. Nee, ook daarin zie je dat marktwerking is toegetreden. We zien dat verenigingen het heel moeilijk hebben in Amsterdam. Dat ze het heel moeilijk vinden om te overleven, omdat er heel veel commercieel aanbod omheen is. Dat zie je bij voetbalverenigingen. Dus wat mij betreft investeren we ook daar weer in die sportverenigingen, in die wijken. Met name die sportverenigingen die het moeilijker hebben, omdat het ledenaantal terugloopt. Dus wat mij betreft extra investeren in die sportverenigingen. Die hebben namelijk niet alleen maar een functie met betrekking tot het bewegen, maar ook als het gaat om sociale cohesie. Alles komt daar samen, van rijk tot minder rijk. Mm-hmm. En dat is wat we weer moeten terugbrengen. Ja, de gemeente heeft hier een belangrijke rol in, maar vindt u dat het Rijk daarin dan ook de gemeentes moet ondersteunen om dat mogelijk te maken? Ja, dat begint onder andere bij het gemeentefonds extra spekken. Dat doet de PvdA heel graag. Dat willen we ook doen als een van de partijen die daar het meest in wil investeren. Op die manier creëer je ook voor gemeenten mogelijkheden om dingen te doen. U bent het daarmee eens? Ik ben met die hele insteek ontzettend eens. En dus afgelopen tijd ook door alles wat met corona komt, hè, waarbij we niet alleen ondernemers, maar ook bijvoorbeeld sportclubs ondersteunen, ook weer extra aandacht voor gevraagd. Maar de hele insteek van wat Jimme Barke zegt, het belang van sportverenigingen, met name ook voor de sociale cohesie, ergens bij horen, vrienden maken, dat deel ik. Dus en het Rijk daarin steun bieden aan gemeenten? Nee, het Rijk het steunt al. En als dat straks ook meer nodig blijkt, we hebben allemaal aan het begin gezegd, als de coronacrisis voorbij is, begint het echte werk eigenlijk pas om te zorgen dat alles kan blijven bloeien, dan ben ik van overtuigd dat ze elkaar daarin wel Tot slot, Sidney Smeet. D66 staat daarachter, maar het verschil, denk ik, met de VVD... Ik wil nu horen wat u doet. Nou, wat wij doen, is dat we in ons verkiezingsprogramma gewoon concreet budget daarvoor vrijmaken. Ja. Wij investeren 100 miljoen in die sport. En we investeren 400 miljoen in het bewegingsonderwijs. En dat zetten we onder andere in om die sport ook inclusiever te maken. Zodat mensen bijvoorbeeld met een beperking of mensen die uit een wijk komen waarin dat sporten nu eenmaal wat minder makkelijk is, dat die daar ook de gelegenheid voor krijgen. En dat is een groot verschil, want de VVD investeert niks. Goed, maar u gaat investeren. Dat is in ieder geval uw punt wat u gemaakt heeft. We sluiten deze ronde af en gaan door naar de volgende ronde. Hangt er een klein beetje misschien mee samen. De coronacrisis heeft flinke effecten gehad. En waar de landelijke economie in 2020 met 3,8% kromp, was de achteruitgang in Amsterdam 7%. Dat hangt samen met het instorten van toerisme, de gedaalde overslag in de haven en de klappen die luchthaven Schiphol kreeg. En de cultuursector, de horeca, nachtclubs en winkels worden hard geraakt. Tegelijkertijd gaan er al langer veel stemmen op om de economie van Amsterdam te veranderen en met een nieuwe start minder afhankelijk te maken van bijvoorbeeld toerisme. De stelling luidt dan ook, de coronacrisis biedt de kans om de Amsterdamse economie om te vormen en het toerisme aan banden te leggen. Bent u voor of tegen? Soufiane Mebarki, je hoeft er niks te doen. Oh, uw verschoving hoeft er ook niks te doen. Nee, dat is waar. Ik begin dan even bij Soufiane Mebarki. In de Amsterdamse gemeenteraad is dit natuurlijk al langer een gesprek. Tegelijkertijd zien we nu ook een interessante spagaat waarin er heel veel onzekerheid is bij ondernemers en we tegelijkertijd allerlei ambities hebben voor de economie. Toch bent u het eens met deze stelling. Wat is het belangrijkste dat we zouden moeten doen om dit aan te jaren? Nee, ik denk ook omdat wij als Partij van de Arbeid eerder natuurlijk hebben aangegeven in de tijd voor de coronacrisis dat we een risico lopen met een te eenzijdige economie, met name in de Amsterdamse binnenstad. En de coronacrisis heeft dat nog meer onderstreept. Want toen we allemaal getroffen werden, in Osdorp draaide de economie voor zover dat kon gewoon door. En in de binnenstad was het letterlijk uitgestorven. En daar hebben ondernemers heel veel last van gehad. En dat is ook de reden geweest dat
Amsterdamse ondernemers op een gegeven moment ook hebben gezegd, gezamenlijk, we moeten dit anders gaan inrichten. En ik ben ook blij dat de VVD en D66 die omzwaai hebben gemaakt, want die waren voorheen echt van mening dat we dat vooral niet moesten doen. En dat we vooral ons niet moesten bemoeien met ondernemers, want die wisten heel goed zelf wat ze wilden. En wat denk ik nu belangrijk is, is dat we als overheid ook de kans aangrijpen om het anders te gaan doen. En wat is dan de belangrijkste stap die de overheid nu moet zetten? Nou, we moeten denk ik gaan nadenken en met elkaar ook investeren in nieuwe vormen van economie die deze stad ook krachtig en sterker gaan maken. En daardoor ook die eenzijdigheid een beetje kunnen doorbreken. En dat doe je onder andere door het winkelaanbod. Dan moet je gewoon echt op durven te sturen. Dus je moet echt kunnen afspreken met elkaar. We gaan brancheren en we gaan ervoor zorgen dat in Amsterdam dit type winkel gemaximeerd wordt. Want anders krijgen we de zoveelste, ja, ik noem het bijna witwas wafelwinkel. En met name de VVD en D66 waren er altijd tegenstander van. En nu hebben we er zoveel en we kunnen er niks meer mee. Voordat ik een reactie vraag, nog één vraag. Wat zegt u dan tegen de ondernemer die nu misschien een winkel heeft waar veel toeristen komen, die denkt, ja, wat betekent dat voor mijn winkel? Hoe ga ik daarin dan de toekomst in? Nou ja, ik denk dat die ondernemer, daar hoef ik niks te vertellen, die ondernemer ziet zelf al dat de komende jaren die toerist misschien niet direct terugkomt. Dus die is al aan het nadenken, hoe ga ik mijn winkel anders inrichten, waardoor ik wel gewoon mee kan blijven doen in Amsterdam, op een manier waardoor ik ook Amsterdammers kan bedienen. Dus de realiteit heeft ons allemaal ingehaald, maar dit is wel het moment om echt goed bij te sturen. Ja. Sydney Smeets, D66. Toerisme is natuurlijk jarenlang, er is flink op ingezet. Onder meer ook door de huidige minister Keizer Ollengren, toen nog wethouder van Amsterdam, D66. Maar er is een omslag gemaakt in de denken, zegt Partij van de Arbeid. Die omslag ziet u? Ja, die omslag zie ik zeker. Wat je door corona het afgelopen jaar ziet, is dat er in de stad iets aan de hand is. Hè? Dat er gebouwen leeg staan, dat er plekken zijn waar kennelijk niemand woont, maar alleen maar Airbnb uitgebaat. Dan ben ik wel benieuwd of u ook bereid bent om Airbnb ook echt te verbieden. Want dat is nou, wat wij als Airbnb Partij van de Arbeid willen. Verbieden, dat is een andere vraag. Maar het gaat erom dat je het verstandiger aanpakt. En dat je zorgt dat je, nou dat wil ik net gaan uitleggen, dat je zorgt dat de economie van Amsterdam minder afhankelijk wordt van toerisme. Want het is duidelijk dat we daar te afhankelijk van zijn. Ja. Tegelijkertijd kun je niet, op een knop drukken waardoor er opeens minder toeristen in Amsterdam komen. Je moet ervoor zorgen dat Amsterdam, de mooie stad die het is, die dat ongelooflijke cultuuraanbod heeft, dat die interessant blijft voor toeristen, maar dat je ook zorgt dat je de juiste economische gevolgen daarvan krijgt. Investeren in meer milieugerichte innovatie. Bedrijven die ervoor zorgen dat je klimaatneutraal of zelfs klimaatverbeterend kunt werken. Investeren in mensen die hier bijvoorbeeld voor congressen komen. Maar dat lijkt me dan toch, voordat ik naar Dina Jezus ga, een delicate balans tussen aan de ene kant Amsterdam de schoonheid in zijn kracht zetten en aantrekkelijk maken. En aan de andere kant de omslag zien dat het anders moet. Ja, maar ten eerste hoef je Amsterdam niet aantrekkelijk te maken, want Amsterdam is al heel aantrekkelijk. Dat zien we ook in het aantal toeristen wat hier komt. Maar je kunt wel veel slimmer met die toeristen omgaan. En wat ik al zeg, door in een andere economie te investeren. Ja. Progressief kapitalisme. Maar ook bijvoorbeeld door die toeristen veel beter te spreiden. Er zijn nog meer hele mooie plekken in Nederland waar die toeristen ook naartoe kunnen. Dina Jezus, VVD. Ja, nou ja, ik heb een rood bordje, maar dat heeft te maken met het tweede deel van de stelling. Dat staat dat we toerisme aan banden moeten leggen. Ik ben het eens met het betoog van de heer Smeets, waarbij je zegt, het gaat er ook om wat voor soort toeristen je naar onze stad haalt en naar ons land daarmee. Soms heb ik het idee dat in Amsterdam toerisme bij linkse partijen een vies woord aan het worden is. Hè. Toeristen, nee, die moeten we niet. Nee, die hebben we juist nodig in onze stad, hebben de ondernemers juist heel hard nodig. Maar dan moet je kijken inderdaad wat voor toeristen. Toeristen die hier langer blijven, meer geld uitgeven, meer de stad ingaan, meer het land ook ingaan. Want we hebben buiten Amsterdam, je gelooft het niet, maar ook wel een paar mooie plekken nog. Ja, maar tegelijkertijd mensen die ik spreek, die zeggen ik wil toch ook wel even langs de nachtwacht. Ik ga niet alleen tuurlijk naar de Zaanse Schans en de Hunebedden. Maar die combinatie, en daar kan je ook combinatiepakketten voor aanbieden. En daar wordt ontzettend hard aan gewerkt. En voor corona werd er ook heel erg hard aan gewerkt, weet ik ook door het gemeentebestuur, om dat juist zo breed te doen. Maar om nou te zeggen toerisme aan banden leggen, ja, maar waar we het over ik hebben, zou graag mijn mooie stad willen delen met de hele wereld. Ja, dat wil ik ook. Maar het gaat hier echt over overtoerisme. Het gaat echt over overlast die echt de perken te buiten gaat. En ook heel kwetsbaar is op het moment dat we dus zo'n klap krijgen als de coronacrisis. Waardoor je op een gegeven moment ook ondernemers eigenlijk het kopje onder ziet gaan in dit deel van de stad. Terwijl elders in de stad men floreert. Dit delen we natuurlijk. En wat volgens mij belangrijk is dat we wel ook durven te reguleren. Bijvoorbeeld als het gaat, want in Amsterdam hebben we ook een woningnood. En op het moment dat de Amsterdamse binnenstad uitgestorven is, met niemand meer in die straten woont, omdat alles namelijk per Airbnb wordt, moet je ook gewoon de keuze durven te maken. We gaan het
niet meer doen. Dan kunnen we vervolgens reguleren via de hotels, want die horen er ook bij. Op die manier kun je ook de toeristenstromen reguleren. Je kan nadenken over andere soorten economieën, waardoor je ook een type toerist hier naartoe haalt. Maar laten we even dan dit punt even kort isoleren. Airbnb is een van de dingen die genoemd wordt. U zegt, ik wil dat verbieden. Of in ieder geval, landelijk wil ik dat gemeenten het kunnen verbieden in wijken waar de overlast geeft. Die zijn er om in te wonen en hotels kunnen toeristen gebruiken om in te overnachten. U zegt, we moeten dat niet verbieden? Nou, je moet niet zonder meer verbieden. Je moet alleen zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor mensen om dat op een goede manier te doen. En dat je ook misbruik aanpakt. Hè? Want op het moment dat Airbnb misbruikt wordt, dan moet je er gewoon tegen optreden. In Amsterdam is er geen capaciteit. Nee, maar capaciteit moet aan te pakken, bedoel je. Ja, maar daar willen wij ook in investeren. Maar we moeten ook... Maak het punt af. Kijk, wat ik een belangrijk punt vind, is dat we die toeristeneconomie in Amsterdam nodig hebben. En welke vorm dat krijgt, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Maar net doen alsof we die toeristen niet nodig hebben, dat is raar, want... Bijvoorbeeld werd net genoemd die nachtwacht. Het feit dat wij daar als Amsterdammers op ons fietsje naartoe kunnen en naar kunnen gaan kijken en dat dat ook betaalbaar is, dat komt mede omdat we die toeristen hebben. Daarom hebben we die prachtige infrastructuur. Is dat het probleem de afgelopen jaren geweest? Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik weer naar de nachtwacht kon. Dus dat geldt voor heel veel Amsterdammers. Ik ben vorig jaar nog geweest. Nou ja, heb je heel mooi. Heel fijn. Heel fijn. Maar dat impliceert wel dat de binnenstad van Amsterdam is de afgelopen jaren wel een plek geweest waar Amsterdammers niet meer zo snel kwamen. En dat moeten we natuurlijk ook weer ook voor die Amsterdammer beschikbaar stellen. Dat doe je door die overtoerisme. Maar dat is dan een interessante vraag, want uw uitgangspunt is duidelijk. We moeten niet toerisme een vies woord maken en we moeten zorgen dat we de goede type toerist aantrekken. Tegelijkertijd, volgens mij, erkent u ook dat deze periode het moment is om na te denken hoe willen we de economie weer opstarten als we corona uitkomen. Wat vinden we belangrijk? Wat is misschien een les of een belangrijk concreet voorstel waarvan u zegt, nou, als wij dit in goede banen willen doen, dan moeten we hier wel echt even specifiek op sturen. Nou, kijk, ik deel dat het absoluut niet goed is om als stad of als land alles op één paard te wedden, dat je economie heel erg eenzijdig is. En toen de coronacrisis begon en onze economie landelijk heel hard raakte, wisten we ook in Amsterdam, dit gaan we flink voelen. En de les daarbij is, en ik denk ook dat al onze programma's dat ook laten zien, dat je vervolgens moet blijven investeren. Dat je de ondernemers die overeind wil kunnen houden, dat zijn de horecazaken, MKB'ers die ons stad zo bloeiend maken, dat je die ook echt helpt. En wat ik zo jammer vind aan het gemeentebestuur is dat die ondernemers de afgelopen jaren hier met ongelofelijke lasten te maken hebben gehad. Als je kijkt naar gewoon de verhoging van de afvalheffing, van het herinvoeren van reclamebelasting, tot en met de leges die echt onbetaalbaar zijn geworden voor grote evenementen en horeca. Kijk, straks als het allemaal weer begint, wil je dat dat ook weer doorgezet kan worden. En het is zo onbetaalbaar. Het is niet te geloven. Ik bedoel, zelfs de dierenambulance kon hun sponsor-event niet meer organiseren omdat ze de leges niet konden betalen. Zo bizar hoog zijn de kosten op dit moment in Amsterdam. Dus wij kunnen wel met elkaar gaan filosoferen over hoe wij dan willen dat de economie is. Maar de eerste stap en les is en blijft, steun dan de ondernemers, sta dan naast ze. Maar eigenlijk zegt u dan kunnen wij als Rijk allemaal dingen doen, maar u legt de rol ook wel neer bij het gemeentebestuur om daarin keuzes te maken. Het is samen. Vanuit het Rijk investeren we of we geven ook miljarden steun. En ik weet dat het voor heel veel ondernemers net aan genoeg is. Dus absoluut niet om te zeggen van kijk wat er komt. Maar er is heel veel steun. En ik hoop ook dat we dat blijven doen zolang dat nodig is. Maar dan moet je niet lokaal vervolgens de lasten zo verhogen of zo niet naar de ondernemers luisteren. Dat zij zeggen, maar dan verdrink ik alsnog. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Hè? Want op het moment dat er heel veel geld de stad inkomt, dan zijn het niet alleen de ondernemers die daarvan moeten profiteren. Dan moet de hele stad daarvan profiteren. Dat betekent dat je dus ook daar een belasting aan koppelt en zorgt dat het geld ook weer teruggaat naar de Amsterdammers. Dat is wat we graag willen. En als de vraag, en dan mag ik beantwoorden, want je stelde hem, wat moeten we doen? We moeten zorgen dat we straks een economie hebben die resistenter is, die zich beter kan handhaven als dit soort dingen zich voordoen. En die duurzamer is. Hè? Die zorgt dat we dat klimaat niet kapot maken, maar dat we samen gaan werken aan een economie waar we Maar daarin moeten we natuurlijk keuzes maken. Dus zeker. Wat is dan de concrete grote keuze die u voorstelt? Ten aanzien van het toerisme in Amsterdam? Nee, ten aanzien van die impuls die u wilt geven. Airbnb-verbod zou helpen. dat ben ik niet met je eens. Airbnb-verbod zou niet bijvoorbeeld, moeten helpen. We stoppen? Er is woningnood in Amsterdam. Op dit moment moeten we stoppen met het inzetten op... We hebben de EMA naar Amsterdam gehaald. In het college of het bestuur was daar ontzettend trots op. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, misschien moeten we dat soort dingen moeten niet meer doen. Moeten we juist wel doen. Dat soort inzetten dingen, op buitenlandse... Okay. Ja, nee, niet alleen op buitenlandse bedrijven. Maar
maar, naar concrete maatregelen. Ja, concrete maatregelen. Ja. Die buitenlandse bedrijven die zijn hier hartstikke welkom. Amsterdam is een fantastisch alternatief voor Londen geworden door de Brexit. Maar we moeten wel zorgen dat ze belasting betalen in Nederland. Dus we moeten ook bij multinationals zorgen dat ze hier niet de belasting komen ontduiken, maar dat ze hem gewoon betalen en daarbij mee bijdragen aan de lokale en de landelijke economie. Sofie van Barking? Ja, kijk, als ik hierop mag reageren, heel kort, denk ik dat het heel goed is dat we onze economie veelzijdiger maken dan dat die nu is. Maar tegelijk moeten we ons oog ook echt niet sluiten voor de keuze die we als overheid kunnen maken. We hebben een gigantisch woonprobleem in Nederland, ook in Amsterdam. Airbnb, dat is gewoon woningonttrekking. Ja. Dus dan moeten we dat volgens punt mij, hebben we gehad. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En verder is het denk ik ook goed om te kijken naar een stip aan de horizon. Wat voor soort stad willen we zijn? Ik hoor heel veel MKB'ers om me heen die zeggen, laten wij nou de gastronomische hoofdstad van Europa worden. Goed eten. Laten we ook kijken hoe MBO's daarbij kunnen aansluiten. En op die manier trek je een ander soort publiek, ook deze kant op. We hebben een kunst en cultuur wat vrij hoog staat. Dus ik denk dat je op die manier moet kijken naar die economie, dat je klappen kunt opvangen, niet te eenzijdig. En de toerist die hier komt voor een blootje en voor een hele grote pint, die kan het ook elders in het... Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, Amsterdam is al een gastronomisch hoogstaande stad. En het is natuurlijk ook geworden omdat, nou om eerlijk te zijn, op de plek waar ik woon in Amsterdam, zo'n beetje rond de Spaarnomerstraat, ja, heel veel restaurantjes zijn nu dicht. Ja. Omdat de toeristen natuurlijk ook niet meer komen en de dagjesmensen komen minder. Ook vooral, ze zijn ook dicht door het coronabeleid trouwens. Even klein detail, maar het aantal horecazaken is natuurlijk explosief gegroeid door het toerisme, wat ook ervoor heeft gezorgd dat er heel veel nieuwe energie in dat horecawezen. Ja, hoe houden we dat tegelijkertijd vast? In combinatie met durven te brancheren, dus als overheid ook durven te sturen op bijvoorbeeld het maximeren van bepaald type ondernemingen, kun je ook veel meer sturen. En dat moeten we volgens mij durven, want anders krijg je nu die eenzijdigheid van die wafelwinkel die wit was. En dan gaan we vervolgens, we hebben straks een stelling over de bevoegdheden van de politie, dan gaan we daar weer extra op inzetten waar je aan de voorkant kunt sturen. Dat is een mooi brugje. Ik wil tot slot van deze ronde van alle drie de partijen nog één concrete impuls die we de komende jaren gaan geven om die Amsterdamse economie er weer bovenop te helpen. Dan begin ik even bij u, Sydney Smeets. Ja, investeren in cultuur, investeren in diversere bedrijven en investeren in duurzame bedrijven die de stad draaiende houden en tegelijkertijd ons milieu helpen te redden. Sofie van Barking? Investeren in infrastructuur, door bijvoorbeeld de metrolijn door te trekken, investeren in treinverbindingen, om op die manier niet alleen maar klimaatneutraal te denken, maar tegelijkertijd ook werkgelegenheid te creëren, want we moeten de komende tijd ook mensen aan het werk houden in Amsterdam. Dylan Jezus. Weet je wat het is? Als Amsterdammer, wij allemaal denk ik, hopen we dat straks onze buurtkroeg en de restaurantjes allemaal weer open kunnen en dat we elkaar daar op terrasjes kunnen treffen. En daarvoor moet je er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld MKB'ers die nu van de gemeente huren, dat zij bijvoorbeeld geholpen kunnen worden. Dat is echt iets wat heel concreet de gemeente kan doen. Dus ik geef een heel concreet iets. De lokale VVD-fractie, Claire Martens, heeft daar heel hard voor gestreden. Want we hebben heel vaak hier debatten in de balie en dan zeggen raadsleden, dat moet het Rijk regelen. En nu hebben we Tweede Kamerleden en dan krijgen we wat de gemeente wil doen. Wat moet er in Amsterdam concreet gebeuren? En dit gaat gelukkig... We hebben een gat in de begroting moeten oplossen van 300 miljoen euro in Amsterdam. En we zien nu dat de VVD 200 miljoen extra wil investeren voor heel Nederland. Maar waar voor het rondje, dat is het tekort dat wij in Amsterdam hebben. 500 miljoen. Is nog steeds tekort. Ik was nog benieuwd naar wat het Rijk kan doen om de Amsterdamse economie de komende jaren weer goed te stimuleren. Nou, dat doe je door te blijven de ondernemers te blijven steunen. Ja. Met al die pakketten die we nu hebben. En nogmaals, ik weet dat het voor heel veel ondernemers ook net aan is. Dus ik wil niet doen alsof het een vetpot is. Maar heel veel ondernemers hebben er gelukkig wel aan. Dus die miljarden moeten we met elkaar blijven investeren. We hebben inderdaad voor de gemeente geld vrijgemaakt om samen met de gemeente te kijken waar heb je extra investering nodig. Dus dat zijn allerlei zaken die heel concreet en doorgerekend zijn en in het programma staan. Goed. En daarmee moet je gewoon door blijven gaan. We gaan naar de volgende ronde en die gaat over, Sofie van Barking zei het al even, over veiligheid. Want wie puur naar de cijfers kijkt, ziet dat in de brede Amsterdam niet veel veiliger of onveiliger is geworden. Aan de ene kant daalde het aantal woninginbraken bijvoorbeeld met 29%. Maar de zorgen rond online criminaliteit nemen toe. Er is capaciteitsgebrek bij de politie. En hoewel ondermijning topprioriteit van de gemeente en het Rijk is, is er moeilijk grip op te krijgen en wordt de stad nog steeds veel te vaak opgeschrikt door liquidaties en is de georganiseerde misdaad actief in drugs en mensenhandel. Wat kunnen we doen om de georganiseerde misdaad aan te pakken? De stelling luidt, in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Amsterdam moeten de wettelijke bevoegdheden van de politie worden uitgebreid. U mag draaien. Dan begin ik even bij Sydney Smeets. U bent hier tegen. U bent ook strafrechtadvocaat. Dat is misschien in dit verband nog interessant om te zeggen. Wat is de allerbelangrijkste reden waarom u tegen bent?
we hebben in Nederland niet alleen een lerarentekort, maar ook een agententekort. Er zijn te weinig agenten en ze hebben te weinig tijd en geld om te doen wat ze moeten doen. Laten we nou eerst investeren in de uitvoering. Als de toeslagenaffaire iets heeft laten zien, is dat we moeten investeren in die uitvoering. Laten we investeren in die hele strafrechtketen. En daarna kunnen we gaan kijken of er meer bevoegdheden nodig zijn. Maar laten we eerst zorgen dat de bevoegdheden die agenten al hebben, dat ze die ook kunnen uitoefenen. Dat ze misdaad kunnen opsporen, dat ze hun werk kunnen doen. Dat het wijkagent weer terugkomt, dat de basisteams weer hun werk kunnen doen. Daar moet je in investeren. Wij trekken daar 500 miljoen voor uit. De VVD committeert zich daar minder aan. Oké, dus je zegt uiteindelijk zou het wellicht ooit een sluitsteen kunnen zijn, maar dan moet eerst de rest op orde zijn en dat niet genoeg zijn. Daar gelooft u niet in. Maar ik geloof er niet in, omdat als iedereen die wel eens een agent spreekt, die zal je vertellen dat een agent niet vraagt om meer bevoegdheden, maar om meer tijd en geld. Goed, dan ga ik naar Dinan Jezogus. Even heel kort voor de mensen die het niet snappen. De bevoegdheden nu bijvoorbeeld, dat gaat natuurlijk om identiteitscontrole, tassencontrole, geweld mogen gebruiken, onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel, telefoon tappen, personen observeren, aanhouden en staande houden, ook harder rijden in het verkeer. Er mag een hoop, maar u zegt dat is toch niet genoeg als we echt een slag willen slaan in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Wat zou er moeten gebeuren? Nou, de sleutel om georganiseerde misdaad echt aan te pakken is, en het klinkt niet mega sexy, maar het is wel de sleutel, is informatie kunnen delen. Dus onze veiligheidsdiensten, onze politie, maar ook bijvoorbeeld met de Belastingdienst en de Viold en zo kan je en doorgaan. Moeten op het moment dat het nodig is, moeten zij informatie kunnen delen, nog meer, beter informatie kunnen delen. Volledig binnen de wettelijke kaders en de waarborgen die wij ook met elkaar hebben afgesproken. En dan moet je ook eventueel nieuwe bij afspreken. Dus ik zeg niet zomaar wanneer je er zin in hebt. Maar dit is echt wat burgemeesters van elke kleur mij aangeven, agenten aangeven, de recherche aangeeft, de Belastingdienst aangeeft. Ja. Het is ontzettend belangrijk. En dat is een wettelijke bevoegdheid die uitgebreid wordt, die volgens u het werk makkelijker maakt. Heel belangrijk om het juist wettelijk te doen, zodat je die waarborgen op kunt tuigen, zodat je ook weet dat het volle respect is richting onze privacy. Even heel kort, ik hoor aan de rechterkant, mag je op reageren, dit bestaat al. Het bestaat tot op zekere hoogte, maar het is zeker niet genoeg. Het is niet ver genoeg. Ik ga naar Soufiane Mebarki. U heeft hem op half staan. Ik heb hem op half staan, omdat ik namelijk denk dat deze stelling niet gaat waar het over zou moeten gaan. Als je criminaliteit echt wil aanpakken, is het heel belangrijk dat je straft. Volgens mij is dat ook iets waar ik van overtuigd ben dat dat ook werkt. Maar ik mis perspectief. Ik mis het verhaal veel eerder. Voor jongeren die namelijk door die georganiseerde misdaad gelokt worden. En daar moet je wat aan doen. En wat ik bij de VVD bemerk, en ik verbaas me niet dat ze voor deze stelling is, is dat je het perspectief bij de VVD niet terug ziet komen. Onder andere Sander Dekker recent met zijn taakstrafverbod. Dat is weer geen perspectief. Maar dat niet alleen. Het bemoeilijken van het krijgen van een VOG. Weer geen perspectief. Dus wat we moeten doen, is we moeten straffen. Maar we moeten ook vervolgens een handreiking doen naar jongeren om te zeggen, er is ook een alternatief. En dat is wat we moeten doen in Nederland. Maar natuurlijk is het antwoord is een veelkoppig antwoord. Dat is niet één ding. Dus ik wil je toch nog even vragen om één keer te reageren op dat informatie delen, wat Dylan Jezus doet. Ik geloof erin dat als jij voor de opsporing zaken nodig hebt die de pakkans vergroot, dat je daar niet terughoudend in moet zijn. Maar vervolgens komt daar wel weer repressie uit. Wat ik wil zeggen is, laten we naast die repressie ook kijken naar die preventie. Want anders ga je namelijk... Want dan ben ik het eens met de heer Smeets. Want anders wat je namelijk krijgt is nu een tandloze tijger. Ja. Met heel veel op... Kijk, er is geen capaciteit. Er is heel veel zaken worden gemist. Maar je ziet dat vervolgens die rechtsstaat en ook het perspectief... Ja, daar is de VVD gewoon geen vriend van. Nee, dat klopt. En wat je ziet is dat de VVD... Kunt u ze allemaal in één keer meepakken. Die rechtsstaat enorm heeft afgebroken. En dat het vertrouwen in de rechter en in de rechtsstaat bij de VVD ook wordt afgebroken. Ja. Als je de rechter niet eens meer vertrouwt om zijn werk te laten doen. Hè? Als je dus een taakstrafverbod oplegt waar Nederland onveiliger van wordt. Hè? Want mensen die een taakstraf krijgen, daarvan neemt het recidivegevaar, de kans op herhaling, met ongeveer 50% af. De VVD vertrouwt de rechter niet. Die zegt, wij gaan wel bepalen wat de rechter moet doen. Gaat op de stoel van de rechter zitten. Maakt Nederland onveiliger en biedt jongeren geen perspectief. Je moet jongeren helpen. Je moet ze zorgen dat ze niet in herhaling vervallen. En de VVD weigert dat consequent. De discussie, u heeft erin gelijk. Daar gebeuren natuurlijk een aantal dingen tegelijk. Wordt op verschillende dingen gewezen. Tegelijkertijd hoor ik hier twee argumenten waar mensen niet met u eens zijn. Aan de ene kant, het is het verkeerde middel voor het verkeerde doel. Er zijn hele andere middelen die we kunnen gebruiken en waar we op moeten focussen. En het andere argument wat ik hoorde is volgordelijkheid. En zelfs dan gelooft u er niet in. Is dit voor u, zeg maar, het punt waarop we nu een doorbraak kunnen maken, die wettelijke bevoegdheden uitbreiden?
Kijk, ja, dat is echt nodig. Dat is echt, ik bedoel, alle professionals van in een strafrechtketen, de politie, iedereen die in het veld werkt, geeft het heel duidelijk aan. En ook heel concreet, hè, waar het op nodig dat is. Ik denk dat u dan nu wel naar professionals luistert, want in de afgelopen jaren laten we de discussie heeft u dat iedere keer genegeerd. Het gaat hier over georganiseerde misdaad. Daar heeft de heer Mabarkje gelijk dat je eigenlijk daar drie pijlers hebt. De eerste is preventie. Zorgen dat kleine jongens geen grote criminelen worden. Mm-hmm. En dat betekent absoluut investeren in agenten, in wijkagenten, maar ook in jeugdzorg. En zorgen dat je in die wijken sterke structuren hebt, zodat je dat goed in de gaten houdt. Zaken overigens waar we als land veel meer in kunnen investeren, maar waar we wel wereldwijd voorop lopen. Onze agenten weten wat er gebeurt in de wijken. En wij willen ook, dat ziet u ook in ons verkiezingsprogramma en doorrekeningen, dat die wijkagenten dat ook veel meer gewoon hun werk daarop kunnen doen. Ik heb het idee dat we dat met elkaar allemaal iedereen delen. Iedereen wil de wijkagent terug. Dan heb je de tweede pijler, en dat is repressie. Dat betekent dat op het moment dat de fase van een goed gesprek voorbij is en je zit in een andere categorie, je hebt het over de georganiseerde misdaad, de tachies van deze wereld, die moet je keihard aanpakken. Ik mag hopen dat we daar ook over eens zijn. Dus ik geloof niet. En om die op te kunnen rollen, om die aan te kunnen pakken, moet je kunnen de recherche, de Belastingdienst, al die organisaties dat die toets geven om de informatie te delen. Dat punt heeft u. We hebben gelukkig maar één taggie en dat mogen we blij mee. We moeten niet doen alsof iedereen een potentiële taggie is. En wat volgens mij is helemaal niet naïef. Wat ik wil zeggen is, er zijn heel veel jongeren, worden ook wel straatsoldaten genoemd, die door deze organisaties geworven worden. Wat doen we met die jongeren als ze gepakt worden, gestraft worden en dan de straat op gaan? Afgelopen week, ik was aan het campagne aan het voeren in Nieuw-West. Komt er een oud leerling van mij, die kom ik tegen. Die zegt, meester, ik ben net vrij van 3 jaar vastzitten vanwege betrokkenheid bij een schietpartij. Weet je wat hij tegen me zegt? Wat moet ik nu? Als wij zo'n jongen het helemaal onmogelijk maken om een VOG te krijgen. Maar wat je dan krijgt is, je maakt het land dan niet veiliger. En de vraag aan de VVD is, wat is het doel? Het land veiliger maken of straffen? We hebben nu een discussie gehad over één punt in deze keten. Maar er zijn veel meer punten. Maar als je het hebt over Nieuw-West, dan hebben we het over een partij, de VVD, die gewoon postcode racisme wilde invoeren. Die wilde dat mensen in Nieuw-West... Ja, dat mensen in Nieuw-West... Ik wil even... Als ze door elkaar praten, volgt niemand het. Ja, dus het betekent dat je op die manier geef je mensen geen perspectief. Je neemt mensen niet serieus en je zegt alleen maar omdat jouw afkomst anders is, omdat jij in Nieuw-West woont, gaan we je zwaar straffen. Ik ga nu even stoppen en dan mag u. Ja, daar ga ik zeker. U mag even. En dan wil ik even de discussie verleggen, want ik denk dat. Nee, dan ga ik daarna de discussie verleggen. Ja. Wat de heer Smeets hier doet, en ik zou het hem niet aanraden als hij zijn zaak niet op orde heeft om dit soort verwijten rond te gaan strooien. Er is geen VVD'er, ik ben aan het woord. Er is geen VVD'er. Er is geen VVD'er, en Klaas Dijkhoff ook niet, die heeft gezegd, als jij in een bepaalde wijk woont, dan moet je daar word je zwaarder worden. Gestraft. Ja, dat is een leugen, dat is niet gezegd. Wat de heer Dijkhoff heeft gezegd, is dat mensen in kwetsbare wijken vaker het slachtoffer zijn van criminaliteit. Dat zijn de cijfers. Lees je stukken. Mensen worden vaker slachtoffer in kwetsbare wijken. Dus op het moment dat jij vanuit Amsterdam-Zuid naar West gaat om daar misdaad te plegen, word je daardoor in die wijk als Amsterdam-Zuider zwaarder gestraft. Dat is wat er gezegd wordt. Dus het heeft niks te maken met afkomst. Het heeft juist te maken met beschermen van mensen in kwetsbare wijken. Ik denk even aan de kijker die... Onzin. Ik denk even aan de kijker die het afgelopen jaar heeft gezien dat er in Amsterdam liquidaties hebben plaatsgevonden. Die zien hoe jongeren de drugs criminaliteit ingezogen worden. Ja. Die nadenkt, we hebben nu een concrete maatregel gehoord, daar hebben we discussie over gehoord, maar die nadenkt, wat gaan we nou in Amsterdam... Het is een concrete maatregel waar u het niet mee eens bent of die waar u niet in gelooft. Een maatregel die niks oplevert. Ja, maar dat is nog steeds een maatregel, maar die volgens u niets oplevert. Okay. Ja. Ja, goed, maar ik wil even een puntje verder brengen. Werkelijke keuze maakt ik wil u nu even een keuze maken. Keuze om de rechter te vertrouwen. Ik wil oplossen. Nou, kijk, wij zoeken naar iets wat we vanuit de overheid de komende jaren kunnen doen om hier een doorbraak in te maken. Grapperhaus heeft aangegeven dat dit topprioriteit is. Halsema heeft aangegeven dat dit topprioriteit is. En waar je ook in deze hele keten de aandacht op legt, op alle plekken moet iets gebeuren. Dus ik wil aan het slot van deze ronde horen, op welke plek in de keten denkt u, alle drie de partijen, we hebben u al even gehoord op welke plek denkt u dat we nu een concrete maatregel kunnen doen om hier een doorbraak in te krijgen? Want volgens mij dat we die georganiseerde misdaad willen breken,
Daar hoef je niet over te discussiëren. Soufiane Wardoff. Kijk, als het gaat om gezinde misdaad, kunnen we het heel abstract hebben over misdaad, maar we kunnen het ook gaan hebben over mensen. Het gaat gewoon over jongeren die opgroeien in deze stad en die op een gegeven moment eigenlijk het leven laten, heel vroeg in hun leven, of dingen doen waar ze eigenlijk niet voor gekozen hebben. En dat moeten we stoppen. En dat doe je onder andere door op te sporen, mee eens, door te straffen, mee eens. Maar ik mis die handreiking naar de jongeren op het moment dat ze tot inkeer zijn gekomen. Dus we moeten gaan nadenken over perspectief voor deze jongeren in de vorm van banen. Ben je net vrijgekomen uit de gevangenis? Gaan we met je meekijken hoe je een tweede kans krijgt en een derde kans? Dan maak je Nederland veiliger. Doe je dat niet, dan kun je erop wachten dat deze jongen weer naar de wapens grijpt, weer de drugscriminaliteit ingaat. Ja. Dat moet stoppen. Dus naast straffen zullen we ook perspectief moeten bieden. Dat is de enige manier om Nederland veiliger te maken. Tot slot wil ik dan van u ook in deze keten, en dan mag u niet de andere twee punten pakken die net gemaakt zijn, een moment horen waarop u zegt, D66 wil dit aangrijpen om hierin een doorbraak te forceren. Nou, wij willen investeren. Een half miljard investeren. Een half miljard investeren in de politie, maar ook verder investeren in de hele strafrechtketen. Het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, het vertrouwen in de rechterlijke macht herstellen. Dat zijn de mensen die de beslissingen kunnen nemen, die de informatie hebben. En investeren in de sociale advocatuur. De mensen die dit soort jongeren ook kunnen helpen. En hoe breekt dat de georganiseerde misdaad? Dat breekt de georganiseerde misdaad, omdat op het moment dat je investeert in de uitvoering, er daadwerkelijk opgespoord wordt. Als je alleen maar het gaat hebben over het delen van informatie, dan heb je nog steeds geen agenten. Dat is het dubbele van dan hebben we nog steeds geen agenten die daadwerkelijk aan de slag gaan. Goed, we gaan deze ronde afsluiten. Volgens mij valt er iets te kiezen hoe we de komende jaren dit gaan aanpakken. Dat is goed voor de verkiezingen, lijkt me. We gaan nu naar het onderwijs toe. Want de serie Klassen liet de afgelopen maanden overtuigend zien wat veel mensen al weten. Niet iedereen heeft gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs. Het maakt uit waar je school staat en wat het opleidingsniveau of achtergrond van je ouders is. En dan speelt er nog veel meer. Het lerarentekort is groot, onderwijzers hebben moeite een huis te vinden in Amsterdam en de coronacrisis heeft achterstanden alleen maar vergroot. Wat kunnen we hieraan doen? De stelling luidt, om ieder kind een gelijke kans te geven in het onderwijs moeten we ongelijk investeren. Dan begin ik even met Soufiane Wardoff, Partij van de Arbeid. Dit is, ik wou vintage zeggen, maar dit is in ieder geval iets waar de PvdA totaal achter staat. Zeker. Waarom moeten we ongelijk investeren? Kijk, onderwijs wordt ook wel de gelijkmaker genoemd. Op het moment dat je via het onderwijs goed onderwijs krijgt, kun je ook datgene worden wat je wil worden. En het pijnlijke om te zien is dat in een stad als Amsterdam, en ik denk ook in andere delen van het land, dat gewoon niet het geval is. Dat het uitmaakt op wat voor soort school je zit, het uitmaakt op wat voor soort gezin je komt. En dat is jammer, dat is namelijk potentieel wat we niet benutten. En wat we dus moeten doen is heel goed kijken, daar waar iets extra's nodig is, ook extra investeren. Dat doe je in de vorm van bijvoorbeeld een grote stedenbonus, maar ook door nog specifieker in buurten extra te investeren in de leraren. En dat niet alleen, maar ook te investeren in het onderwijs aan zich. Te kijken bijvoorbeeld naar meer bewegingsuren, cultuuronderwijs uitbreiden. Want op die manier kan een dubbeltje echt een kwartje worden. En de serie Klas heeft dat echt laten zien. Onze wethouder Marjolein Moorman heeft ook laten zien dat het kan. Dat je ook echt ongelijk kunt investeren om gelijkheid ook te krijgen. En gelijkheid ook te bewerkstelligen voor ieder kind in deze stad. We doen nu het hoofdstaddebat, dus de grote stedenbonus. Ik denk dat Amsterdammers er heel blij van worden. Bent u niet bang dat in de provincie, gewoon buiten Amsterdam, in de regio, daar zijn ook problemen dat we in die zin regio's tegen elkaar uitspelen? Ja, ik noem het nu grote stedenbos, maar ik zeg er ook bij, volgens mij waar het echt om gaat, is dat je kijkt naar plekken in het land waar iets extra's nodig is en daar ook ongelijk wil investeren. Ik bedoel, ook in Zeeland zie je dat door krimp heel veel scholen dreigen om te vallen. Docenten blijven ook weg. Dus je moet daar ook toe bereid zijn om daarin te investeren. Ja. U bent tegen deze stelling. Waarom? Oh, sorry. Wacht, nee. Oh, u bent voor deze stelling. Nee. Nou, waarom? Ik had het dobbertje nog niet gedraaid, pardon. Nee, wij zijn natuurlijk voor deze goed dat stelling. U het verduidelijkt. Ja, dat helpt. D66 is dé onderwijspartij bij uitstek. Wij geven het meeste van alle partijen uit aan onderwijs, structureel ruim 9 miljard. Daarom vinden we op zich de PvdA ook aan onze zijde. Ongelijk te investeren? Ja, zeker. Dat staat zelfs in ons verkiezingsprogramma. Dat we dat doen. Wij willen investeren in kansen, in het terugdringen van kansenongelijkheid. We willen zorgen dat de kinderopvang bijvoorbeeld gratis wordt. We willen zorgen dat er een rijke schooldag komt. Dat jongeren, ook als ze uit achterstandswijken komen, ook als ze een taalachterstand hebben, een gelijke kans krijgen op een toekomst. En daar gaan we investeren in betere salarissen voor leraren, kleinere klassen en ook het gelijk trekken van de lerarensalarissen in de cao's tussen het lager onderwijs en middelbaar onderwijs. Betekent dat dan ook dat u vanuit de overheid op het moment dat u een pot geld richting de scholen stuurt, u wilt investeren, dat u zegt dat betekent dus dat we deze mensen meer kans laten maken op aanspraak laten maken op een gedeelte van deze pot? Want als we in het algemeen aanbesteden, dan zien we vaak dat natuurlijk scholen die het makkelijker vinden om het formuliertje in te vullen, hebben meer kans omdat
geld binnen te halen dan scholen waar dat misschien wat lastiger is. Nou, de vraag is eigenlijk in hoeverre is dat ongelijk investeren? Dat is mijn vraag. Nou, het ongelijk investeren zit me erin dat wij zeggen dat in scholen waarin je te maken hebt met grotere achterstanden, daar meer in geïnvesteerd moet worden. Daar moet je meer investeren in taalonderwijs, meer investeren in alle vormen die kansenongelijkheid kunnen bestrijden. En daar trekken wij, wat ik al zei, meer dan andere partijen voor uit. Wij trekken daar 9 miljard voor uit. Dylan Jezogus, VVD. Ik heb uw verkiezingsprogramma. U gaat me vast corrigeren als het niet zo klopt. Maar als ik ongelijk investeren en uw verkiezingsprogramma lees, dan staat er dat u juist excellente programma's meer geld wilt geven. Is dat wat u ook bedoelt met het groene bordje op deze stelling? Met goede docenten extra belonen, inderdaad. Ja. En kijk, ik ben het helemaal eens met de heren. Als zou ik zeggen, kijk, onderwijs is het moment. We hadden het net over criminaliteit. Nou, toen liepen we even de emoties hoog op. Maar we zijn allemaal tegen criminaliteit. We willen allemaal Nederlanders, Amsterdammers vrij en veilig houden. En de manier om helemaal preventief op het juiste moment daarmee te beginnen is in het gezin en daarna onderwijs. Mm-hmm. Onderwijs zorgt ervoor dat je perspectief hebt en dat je het beste uit jezelf kunt halen. En wat wij graag willen is dat dus goede scholen en goede docenten daar extra beloond voor kunnen worden. En waarbij je scholen die het niet goed doen, maar vooral docenten ook die het niet goed doen, dat je dat... Maar wat zegt u dan over de analyse van Sofia Mbarki, dat we juist de scholen waar achterstanden nu opgelopen moeten worden, daar moeten we compenseren, daar moeten we een extra stapje zetten? Maar dat is een gekke aanname van u, dat scholen waar de achterstanden zouden kunnen zijn, dat die docenten daarmee niet goed zouden kunnen zijn. Dat is natuurlijk een aanname. Dat kunnen net zo goed goede docenten maar zijn. Mag ik het idee dat uw groene bordje niet hetzelfde betekent. Mag ik het voor mij beroepsgenoten opnemen. Ja. Het gaat er helemaal niet om dat die docenten niet goed zijn. Maar ik heb zelf op zo'n school gewerkt, het Calvijn College. Je bent gewoon de hele dag door Champions League voetbal aan het spelen. Want alle 18 leerlingen in je klas, en soms zijn het er 25... Dat is geen eerlijke vergelijking, dat is ook niet wat ik bedoel. Zijn allemaal de hele dag door aan het overleven. En wat die nodig hebben, is gewoon ruimte en tijd. En soms ook een extra beloning om net de keuze te maken voor het Calvijn College en niet voor het Beleus. En waar zit dan het verschil met u en Dylan? Nou ja, omdat ik namelijk hoor dat de goede docenten, die worden extra beloond. Maar goed maar zijn als docent... Maar fijn kunnen toch ook uitstekend zijn? Hoezo zou dat... Ja, maar hoe ga je dat beoordelen? Want dat is natuurlijk een heel ingewikkeld goede docent. Wanneer ben je een goede docent? Wat je moet doen is, je moet kijken naar waar in het land is extra geld nodig. En dat zien we onder andere terug in de populatie leerlingen. Kinderen die minder kansrijk zijn, kansrijk maken. En door u... Ja, en u dat doet doe een beetje... door uitstekende docenten te hebben die daar vol hard... Ja, maar hoe ga... Hoe kun je goede docenten, iedere docent in Nederland is goed en iedere docent in Nederland wil het ook goed doen. Wacht even. En wat je nodig hebt, is ongelijk als het investeren gaat om als je geen geld uittrekt voor het onderwijs. Het VVD trekt 0 euro uit voor het onderwijs. Als je geen geld uittrekt voor het onderwijs, kun je niet ongelijk investeren, kun je het niet verbeteren, kun je niet zorgen dat de klassen kleiner worden, dat de leraren beter betaald worden. Als we kijken naar de doorrekening van het CPB van uw eigen verkiezingsprogramma, 0 euro. Dus hoe kunt u dan zeggen dat u gaat investeren, ongelijk investeren in het onderwijs? Uw vraag is helder. Er gaat 40 miljard om in het onderwijs. En we hebben gelukkig onlangs met elkaar 8,5 miljard extra vrijgemaakt. Juist bijvoorbeeld voor de achterstanden die optreden door corona. Dat zijn andere achterstanden waar we het net over hadden. Maar ook dat is natuurlijk een grote zorg van ons allemaal. Als we straks willen dat na deze ellende, de corona-ellende, iedereen goed kan studeren, een baan kan vinden, dan moet je ook helpen daarmee. Dus ook dat je zegt, je studielasten gaan we halveren. Daar is miljarden voor uitgetrokken. Dus deze coalitie, D66, VVD en CDA ChristenUnie investeren 8,5 miljard op dit moment. Daar gaat 40 miljard om in het onderwijs. Wij zijn niet van mening dat je bepaalde problemen oplost door alleen maar meer geld tegenaan te gooien. Wij zeggen, en daar hebben we ook eerder in samen opgetrokken, bijvoorbeeld met PvdA, er zijn onderwijsinstellingen die het helemaal niet goed doen. Die bijvoorbeeld antidemocratische ideeën kinderen overbrengen. Wij willen daar harder op treden. Wij willen strenger zijn naar niet goede instellingen en docenten. En we willen wat daarvan vrijkomt, wil je investeren in goede docenten. Ja, maar u geeft geen en het is natuurlijk een utopie om te doen alsof je er... Kijk, ja. dit is maar een beetje plaat moment... blijft hangen, maar ik hoor geen inhoud erbij. Maar op het moment dat wij... Wij investeren namelijk wel. Wij investeren in het onderwijs. U heeft 4 jaar lang een minister van onderwijs gehad. Ja, en we hebben deze periode meer geïnvesteerd dan ooit. En we hebben net eindelijk 8,5 miljard vrij kunnen maken. Nadat de VVD in de periode daarvoor enorm bezuinigd had. Het maar onderwijs bijna kapot had gemaakt. Ik denk dat mensen wat hebben aan inhoud in plaats van... Ik ga dit debatje even stoppen. De inhoud is niet dat u zegt, we geven niks uit. Er is nog een ander punt waar we het over moeten hebben. En dat is, denk ik, op het moment... Kijk, afgelopen tijd door de coronacrisis was de school dicht.
Toen ging de school open, maar in Amsterdam konden kinderen niet naar school omdat de onderwijzer die dag, het sneeuwde namelijk en er lag ijs, die woonde niet in Amsterdam, dus die kon niet naar zijn school komen, dus was alsnog weer de school dicht. Hoe kunnen we nou zorgen dat in Amsterdam, want het is toch een hoofdstaddebat, dat we die goede docenten voor de klas krijgen? Een grote stedenbonus, even een heel kort rondje voor. Grote stedenbonus, dat weet ik niet. Ik zou wel heel graag willen dat docenten gewoon in Amsterdam zouden kunnen wonen. Daar hebben we wel allerlei ideeën bij. Maar u stelt net een andere vraag. Heel kort, maar laat ik dan bijvoorbeeld dat wonen. Ik weet dat heel veel mensen dat heel graag zouden willen. Dicht bij hun werk, lekker in Amsterdam wonen en lesgeven. Daar hebben we allerlei voorstellen voor. Grote stedenbonus? Nou, dat kan een optie zijn, maar ik heb daar niet een concreet voorstel voor. Ik ben het in die zin, dat is op zich opvallend met Dylan eens, dat je moet investeren in wonen. Hè. Je moet zorgen dat er meer huizen komen, dat mensen ook kunnen wonen in Amsterdam en in de rest van Nederland. Ja. En dat moet klimaatneutraal of het liefst nog beter gebeuren. Ja. Ja. Als we kijken naar het onderwijs in Amsterdam, dan zien we nu ook nog een belangrijk moment waar denk ik het Rijk een grote rol in heeft. En dat is het selectiemoment. Daar is veel discussie over. Namelijk vinden we dat we kinderen op dit moment al in groep 8 eigenlijk een beslissing moeten maken. Nou ja, door een toets en door het advies. Die vervolgens voor de rest van hun leven, volgens mij onderwijsexperts gebruiken het woord schoolbak. Je komt in een hokje en vervolgens zie er maar uit te komen. Ja. Vindt u dat we daar iets aan moeten doen? Aan die vroege selectie die we nu hebben? Nou, ik vind het vooral heel belangrijk. Ik zit ook te denken aan mijn eigen moment. Dat is wel lang geleden in groep 8. Toch wel mee? Ja, dank je wel. Ik ben zo blij dat het dan toch nog goed komt in het debat. Het komt altijd jammer, goed. Ik had het van Sydney verwacht, maar toch bedankt, Sofia. Maar waar moet ik daaraan denken? Ik zat op een school waar ik al mijn hele leven, dus vanaf mijn 8e, toen we in Nederland kwamen, zat. En ik heb toen die toets gemaakt. En op een gegeven moment komt er iemand de klas in en zegt, ik wil jou meenemen en Nederlands meisje van Marokkaanse komaf, want jullie moeten een aparte toets maken. En ik weet nog dat moment dat ik dacht, wacht, dit hebben we niet afgesproken, dit is gek en de jongen van Chinese afkomst die hoeft niet mee. Dit is discriminatie. Dus ik heb geweigerd, ik heb bloemetjes getekend en ik kreeg een heel laag schooladvies. Omdat ik geen Nederlands zou kunnen op een school waar ik vloeiend Nederlands sprak. Wat is het punt dat u wil maken? Mijn ouders zijn daarmee naar de gemeenteraad gegaan en dat is, als ze dat niet hadden gedaan. Toen werd gemeenteraadslid. Nee, toen werd ik gemeenteraadslid vanaf mijn 8e. Maar even kort naar het punt toe. Ja, het punt is dat je wel heel eerlijk, op een eerlijke manier, kinderen op dat moment moet kunnen beoordelen. Dus dan vraag je heel veel van docenten. Dus ik ben niet voor dat je zegt, nee, dat selectiemoment is niet oké, maar hoe vul je hem in? Ik heb het persoonlijk meegemaakt. En daarna zou ik wel willen dat als je ergens binnenstroomt en je wilt door kunnen stromen naar een ander niveau, dat moet natuurlijk altijd goed mogelijk zijn. Dat is heel belangrijk. Sofia Mabarki. Kijk, die vroegselectie, dat is echt een probleem. Want we hebben namelijk heel veel kinderen die laatbloeiers zijn. We hebben wie het later pas uit moet. Dus wat mij betreft stellen we die een klein beetje uit. Maar wat nog belangrijker is, we hebben in Nederland de afgelopen jaren alle brede scholen de nek omgedraaid. En dat is namelijk net het probleem waardoor je niet kan stapelen. In Amsterdam, als je een VMBO-basisadvies krijgt, ik werk op een school met een VMBO-basisadvies, dan kom je de rest van je schoolcarrière niet meer in contact met een VWO'er. Dus segregatie in de samenleving, dat creëren we eigenlijk door ons onderwijssysteem. Dus wat we moeten doen is, al die brede scholen in het land die er zijn, die moeten we behouden. Sterker nog, daar waar het kan, categorale scholen verbreden, waardoor je ook echt kunt stapelen. En in combinatie met het uitstellen van de vroegselectie. Maar vindt u dan ook dat de overheid daarin dwingend moet zijn richting categorale scholen? Nee, ik vind dat de overheid uiteindelijk een sturende rol moet pakken. Dat vind ik als sociaaldemocraat en dat moeten we de komende jaren ook meer gaan doen. D66, want dit is natuurlijk het heikele punt daarin, de brede brugklasse. Voor ons niet, nee, want het staat in ons verkiezingsprogramma. Wij willen een brede brugklas van 3 jaar lang, waarin mensen langer bij elkaar blijven, zodat je die kansen ongelijkheid En wat betekent dat voor de categorale scholen? Nou, dat betekent dat die scholen dat moeten gaan doen. En wij dat gaan doen? Nou ja, wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen, dat er een uitzondering is voor gymnasia. Dat is een aparte categorie, maar voor andere scholen een brede eigenlijk brugklas van 3 jaar, waarin mogelijkheden bestaan voor mensen om op hun eigen niveau, op een ander niveau, ook vakken te volgen. Hè? Maar je ziet ook wel, ik heb gymnasium echt gedaan. Echt opzienbaar, want D60 is echt aan het bijdraaien, jongens. Nou, dat valt wel mee, want het staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Ja, maar daarom draait u bij, want in Amsterdam was het beleid altijd anders. Ik wil tenslotte van deze ronde, want we hebben het toch een beetje over gelijke kansen in deze ronde. Dat ligt hier eigenlijk onder. En ik heb ook een gymnasium gedaan. En ik zag ook wel om mij heen dat in groep 8 het ene jongetje, het ene meisje kreeg heel veel bijles. Want de ouders wilden toch zeker niet dat die naar een HAVO-VWO zou gaan. Moest naar het gymnasium toe. Ja. Dat creëert natuurlijk ook een ongelijkheid. En tegelijkertijd heeft iedereen natuurlijk het recht om op te komen en het beste voor zijn kind te willen en erin te investeren. Wat is hele bijles-situatie de voorstellen die u doet om dat een beetje gezonder te krijgen of daarin
een gelijker speelveld voor iedereen te creëren? Zit niet nou ja, wij willen een gelijk speelveld. Wij willen dat het wat niet zo is. Nou ja, wat we willen is dat het niet zo is dat je alleen maar en dus op zo'n vroeg selectiemoment ook geselecteerd wordt, omdat je inderdaad de mogelijkheid hebt om bijles te volgen. Wij willen ervoor zorgen dat er vanaf de kinderopvang tot de basisschool en uiteindelijk ook die brede brugklas iedereen gelijke kansen krijgt. Iedereen de mogelijkheden krijgt ook om extra onderwijs te krijgen op het moment dat je het nodig hebt. Als je meer taalonderwijs nodig hebt, moet je dat kunnen krijgen. En dan moet de overheid voor zorgen. Oké. Dino Jezus. Nou ja, kijk, de vraag die u stelt gaat inderdaad over hoe kan je er nou voor zorgen dat elk kind het optimaal het beste uit zichzelf kan halen. Want dat is natuurlijk het ding. En als jouw ouders de mogelijkheden hebben om allerlei bijlessen voor jou te organiseren, nou, dat is dan mooi voor jou. Maar je wilt ook dat andere kinderen die dat niet hebben. Dus wij vinden ook dat bijvoorbeeld school de plichtige leeftijd lager zou moeten kunnen. Dat je vanaf je vierde al... Een voorschool. Een voorschool. Dat je eerder naar school gaat. Dat je eerder inderdaad, mocht je de taal thuis niet hebben geleerd in Nederlands, dat je dat daar eerder kunt leren. Dat je daar op zo vroeg mogelijk bij bent. Zodat kinderen zo vroeg mogelijk al gewoon mee kunnen draaien. Degene die daar anders een achterstand zouden hebben. Dat je dat zo vroeg mogelijk kunt doen. En die brede brugklassen. Nou ja, nu eindig ik dan een beetje in het midden. Vind ik ook wel fijn. Wie had dat verwacht? Maar daarvan... We hadden niet zoveel verwacht hoor. Nee. Dankjewel. Wat de VVD betreft. Als er scholen zijn die zeggen wij willen dat zo inrichten. En u vindt, nou, mijn kind moet dan naar zo'n school, dat die vrijheid er ook moet kunnen zijn, maar dat je het niet van tevoren vanuit de overheid dat helemaal dichttimmert en zegt en zo zal het dan moeten. Dus ik denk dat ik dan een beetje in het midden uitkom. Helder punt. Mag ik hier nog op reageren? Tot slot. Ja, kijk, ik denk om te beginnen, ik begrijp iedere ouder die denkt, ik ga het mijn kind niet laten gebeuren dat hij niet mee kan. Maar er zit iets fundamenteels aan de grondslag, dat de samenleving zoals we die nu hebben, die gaat echt bijna over verliezers en winnaars. En daarom zie je dat iedereen eigenlijk alleen maar hoger op wil. Het is belangrijk dat we de komende jaren ons ook gaan realiseren dat je ook een vangnet moet hebben voor kinderen, maar ook voor anderen bij wie het niet lukt. En dat is volgens mij cruciaal de komende jaren. Die keuze moeten we gaan maken. We hebben geen bedrijf met elkaar te runnen in dit land. We zijn meer een vereniging waarbij we ook mensen hebben bij wie het niet lukt en dat je daar soms ook een vangnet voor hebt. Ja. En dan hoeft niet iedereen heel graag hoger op. Maar kinderen die het niet lukt, ik zei net, volgens mij moet elk kind het beste uit zichzelf kunnen halen. En op het moment dat jij naar een mbo gaat en een vak leert waarbij jij heel veel kunt toevoegen aan maar deze wereld. Maar geen vaste baan hebt, en een flexbaan terechtkomt, dan wordt die moeilijk. U wilt eigenlijk zeggen, we moeten niet doen alsof het beste altijd... Ik vind het wel moeilijk om te zeggen, kinderen die het niet lukt moeten een vangnet hebben. Nee, ik kijk liever, wat kan jij wel? En daar investeren wij in. Nee, maar de vangnet waar ik het over heb, is een sociaal vangnet dat je uiteindelijk wel... Want wat je ziet gebeuren is dat heel veel mensen zien dat praktisch opgeleid zijn ertoe leidt dat je een baan hebt met minder zekerheid. Dus iedereen denkt alleen maar hoger. Wat we moeten doen is een samenleving waarbij iedereen, gezien zijn capaciteit en competenties, zekerheid heeft voor de rest van zijn leven. We gaan hiermee deze ronde afsluiten. Ik denk toch een beetje zo dit debat van een uur overzien, dat het goed is om aan het einde toch nog even één klein rondje te maken. Want we hebben iemand vanuit de gemeenteraad die de Tweede Kamer hopelijk ingaat. Iemand die al in de Tweede Kamer zit, maar vroeger in de gemeenteraad zat. En iemand die zijn debuut gaat maken in de politieke arena. Al heeft u voor uw advocatenpraktijk in de Kamer gewerkt, zei u. Ja, en ik wil voor de Amsterdammer dan nog één concreet iets horen waarvan u zegt, daar kunnen wij vanuit het Rijk, dat is voor u even een andere rol dan die u nu gewend bent, vanuit het Rijk iets betekenen voor de Amsterdammer. Een concreet voorstel. Heeft iemand hem al klaar? Kan ik bij u beginnen? Laat ik dan over wonen. Ik denk dat heel veel Amsterdammers dat graag zouden willen, dat er een betaalbare woning is voor starters, voor middeninkomens, voor ouderen, de groepen waar een megatekort op dit moment landelijk is. Daar valt heel veel te doen en dat betekent dat je ook in Amsterdam moet kunnen ingrijpen en dan vind ik, de Airbnb is wel heel erg een beperkt iets. Je moet durven kijken naar scheef wonen. Hè? Mensen die met een hoger inkomen sociale huurwoningen wonen. Je moet meer kunnen bouwen, maar dan echt gericht op de woningen die nu nodig zijn voor starters. Dus ik denk dat wonen een van de grootste uitdagingen voor onze stad is. En ik gun iedereen een mooi plekje in onze stad. Goed, Sofie Mabarki? Nou, laat ik het gewoon houden in die categorie. Ik denk dat wonen cruciaal is voor heel veel Amsterdammers. Heel veel Amsterdamse jongeren die ik ken zijn 28, 29 jaar oud. Je kan ze eigenlijk geen jongeren meer noemen, maar ik noem ze omdat ze nog thuis wonen bij hun moeder. Dat moet anders en dat
kan op een aantal manieren gebeuren. Ik denk dat die verhuurdersheffing van tafel moet. Dat zorgt ervoor dat er heel veel corporaties gewoon niet kunnen bouwen. Ik denk dat we goed moeten kijken ook naar het reguleren van de vrije sector. Ja. Mensen die stappen in bij een bedrag van 1.000 euro... en een paar jaar later zitten ze op veel hogere bedragen. En Airbnb. Het is gewoon woningonttrekking. Ja. En natuurlijk de Prins Bernhard tax. Heel goed. Ja, die noemt elke PvdA'er bij elke momenteel. Het is ook gewoon iets heel belangrijks. Huisjesmelkers aangepakt worden, omdat we namelijk daardoor ook wonen kunnen bouwen. Laatste woord, kort statement, D66, het belangrijkste wat u doet. Nou ja, als je het vraagt voor Amsterdam, dan gaat het inderdaad om wonen. En met name om wonen op een manier die het klimaat niet aantast. En dat betekent dat we ook moeilijke keuzes moeten maken. En dat doen we als D66, want wij zeggen, je moet de veestapel halveren. Je moet maatregelen nemen waardoor je weer kunt bouwen. En toch in 2030 als meest ambitieuze partij 60% CO2-reductie kunt realiseren. Want uiteindelijk, als we een klimaatverslechtering krijgen, dan kan je in Amsterdam ook niet meer mooi wonen. Dus we moeten zorgen voor meer woningen, maar wel voor een beter klimaat. Goed, wat ik in ieder geval mooi vind aan dat slotwoord is dat we het hoofdstaddebat hebben gehad, maar dat we natuurlijk in een land wonen waar ingrijpen in de ene plek effect heeft op de andere. Dat heeft u in ieder geval betoogd. Veel dank alle drie, Dylan Jezogus, Sofie Mubarki, Sydney Smeets. Veel dank voor dit gesprek. U bedankt voor het kijken. U kunt al onze debatten terugkijken op onze website, waar al deze thema's ook nog veel uitgebreider zijn langsgekomen. En donderdag zijn we hier met een live opname van de Damsco-podcast van gemeenteraadsleden Gerjan van der Heuvel en Daan Wijnands. En zaterdag hebben wij hier onze grote verkiezingsmarathon van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Voor nu, veel dank voor het kijken en nog een hele fijne avond. Dank u wel. Dank je wel.